en Renze, welkom bij Grommet op Oerol. Ja, goedemiddag, we zijn hier op bezoek bij de voorstelling Af. Wat kunnen de mensen hier verwachten? Het gaat eigenlijk over over de moeite die het kost om als je acteur bent, om iedere keer weer dat deurtje door te gaan en het toneel op te stappen. Dat moment is voor de meeste acteurs toch een lastige fase. En dat is een beetje waar deze voorstelling over gaat. Als acteur ben je natuurlijk altijd bezig om een rol te spelen. Een rol is weer een reflectie van een ander werkelijkheid. En de spiegel heeft eigenlijk dezelfde metaforische functie. Snap je het nog? Ik niet helemaal meer, maar... Het is een voorstelling om je bij te verbazen. Maar zie je gezicht. Ik ben een droom en mijn gezicht. Nou, kwaad. Je weet waarom jij hier staat, of niet? Ja, maar ik heb geen stand. Oké. Maar je moet dan een liedje zingen, hè? Moet ik? Ja, serieus. Ja. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, vous aurez un escargot tout chaud. Wow! Hey, every morning. Ik wil bij de volgende even iedereen horen, oké? Dat is wel een keihard.